zodanig gemaakt, want ik moet dat ervoor afnemen. Dat die verschuifbaar zijn. Oh, is een les. En omkeerbaar zijn. Nee, en nog een keer omdraaibaar zijn. Oei! Wat betekent dat nu? Wat betekent dat nu? Kunnen maken. Je kunt met die drie panelen die je kunt omdraaien en die je kunt van achter naar voren draaien, 385 verschillende vogels, zeg te maken. Die piano dient niet meer als piano. Kijk, dat zit terug, diezelfde paneel daar. Rechthoeken doen, achterom dan nog 385 verschillende. Dat ze niet in die pikken en die bakken steken, hè? Ah ja. Dit zijn er drie grote en die grote komen niet zo vlug aan. Waar zitten die? Ik heb onder zit daar voor. Meneer Darink, u werkt die achter u hangt. Ja. Mag dat nagemaakt worden? Dat mag nagemaakt worden, natuurlijk. Dus mogen die Spaanse vrienden en die Engelse vrienden iets dergelijks namaken? En die Russische vrienden, ja, natuurlijk. Want in die andere scholen gaan misschien uw kunstwerk dan op die manier ook meester, uithangen? Meester, het is steeds mijn betrachting geweest. Creatief broederschap, wat betekent dat? Dat ik iets maak en dat er een ander iets kan mee doen. Dat is zeer egoïstisch en triest, hoe ze dat voor mijn eigen houden. Die een mens die dan bijvoorbeeld gaat achterpakken of die gaat iets anders geleerd hebben, die ik misschien van hem kan leren of zien of wat.